Poelzicht werd het eerste politieke café van 2013 georganiseerd met als gastspreker mevrouw Nienke Struik. Namens het bestuur van het politieke café, namens ons allen een heel goed, voorspoedig en vooral politiek fijn 2013 gewenst. Tevens werd het contract tussen de Rabobank en het politieke café met 3 jaar verlengd. Ook was er de mogelijkheid om te stemmen voor de politicus van het jaar 2012, die op 2 februari bekend zal worden gemaakt tijdens de nieuwe Nieuwegein. Gaat u nog stemmen? Ik ga stemmen, ja. Ja. Jan van Gedellen, jij gaat stemmen? Ik ga stemmen. Enig idee wie je gaat winnen? Erna, jij bent een van de kandidaten. Ik mag aannemen dat je gaat stemmen. Ik heb net al gestemd. Maar vanavond om 12 uur gaan de lijnen weer open en u kunt stemmen op... Willemijntjes, ja. Johan Gadella. En Erna Kotkamp. Nienke Struik, vanavond bij Politiek Café. Een heftig onderwerp, denk ik, vanavond. Nou, dat valt mee. We proberen het ook wel luchtig te houden en met heel veel interactie uit de zaal. Dus ik ben ook vooral benieuwd naar de reacties van de politici en de ondernemers en de inwoners van Nieuwegein op mijn verhaal. Wat voor een verhaal ga je vertellen? Ik ga wat vertellen over de macro-economie, wat wij verwachten voor 2013. Dan kijken we naar de verschillende sectoren, dus de industrie, de horeca, de dienstverlening. Wat betekent dat nou en waar hebben zij mee te maken? En vervolgens wil ik graag met de zaal in discussie gaan over 7 trends die wij als Rabobank hebben gedefinieerd. En waarvan wij zeggen, deze trends zijn echt de komende jaren van belang. En hier moeten ondernemers eigenlijk wat mee. Willen zij ook in de toekomst nog heel succesvol zijn? Wat voor 7 trends moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld over duurzaamheid, over veranderend consumentengedrag, over beleving, ervaring, wat je veel hoort. Maar ook over dat de wereld groter is dan bijvoorbeeld Nieuwegein of Nederland en dat er wereldwijd heel veel kansen liggen. De economie zal ongetwijfeld ook daarbij betrokken worden? Ja, absoluut. Met name in het macro-economische deel en in de sectorprognoses, dus in het eerste deel van mijn presentatie. Want er staat zoveel over in de krant en ik denk het is heel saai voor mensen om een uur lang te luisteren naar macro-economische beschouwingen. Dus dat stuk hou ik behoorlijk beperkt. Nienke Struik sprak over het onderwerp crisis, ondernemers, herken de trends en pak je kansen. Waarbij ze de volgende 7 trends als hoofdthema besprak. Boris Poen, dat is een megatrend, zult u zeggen. Het gaat over MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Containerbegrip wordt ook heel vaak gezegd. Dat is zeker zo. Er zijn heel veel facetten die onder duurzaam ondernemen vallen. Maar wij denken wel dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft. I want it now. Ik kwam net al even ter sprake. Iedereen zit 24 uur per dag ongeveer achter zijn telefoon, achter zijn tablet, achter zijn laptop. Bol.com werd net al genoemd. We bestellen iets en het is de volgende dag ligt het bij u op de deurmat. Dat heeft impact op het consumentengedrag. Want consumenten verwachten niet alleen dat alles op internet 24 uur per dag beschikbaar is. Maar kopiëren dat verwachtingspatroon ook naar de reële wereld. Voel het verschil. Iedereen verkoopt een goed. Iedereen verkoopt een goed product. We hebben helaas net 2 voorbeelden gehoord waarbij dat niet zo was. Maar we laten ervan uitgaan dat iedereen een goed product verkoopt. En waar onderscheid je je nou in? En wij denken het gaat om de ervaring, om de beleving, om de associatie die klanten hebben met jouw product. Hebben maar niet houden. We hechten steeds meer waarde aan het feit dat we iets kunnen gebruiken in plaats van dat we het nou per se moeten bezitten. Bovendien is bezit redelijk kapitaalsintensief, want u moet het aanschaffen. Het staat voor lange termijn, voor lange tijd op uw balans. Dan is het maar net de vraag, hoe vaak gebruik ik dat eigenlijk? Trend 6, do it together. Denk ik hier een mooi voorbeeld van een fysiotherapeut, een huisarts, verschillende eerste lijns zorgaanbieders, waarvan we steeds meer zien dat ze samen bij elkaar gaan zitten in een bedrijfspand en hun dienstverlening op elkaar afstemmen. Tot slot, de wereld dichtbij. Net al gezegd, we zijn een klein land, we hebben een perfecte geografische ligging en we moeten het hebben van de export.
Dat hoeft niet alleen. Dat kan ook met Do It Together. Want misschien kunt u wel samenwerken met een partner met wie u nu al samenwerkt in Duitsland. En maakt dat de stap kleiner. Het biedt legio kansen. Maar het biedt ook bedreigingen. Want we hadden het net over de internetverkopen. Er komt ook heel veel concurrentie bij. Want misschien kan ik vanavond wel mijn schoenen bestellen in de Verenigde Staten. En sla daarmee de hele Nederlandse detailist over. Dus de wereld dichtbij biedt een kans. Maar het biedt zeker ook een bedreiging. Dus het is goed om hier ook bij stil te staan. Oh, goed vast. Niet aan de hengsels.